motherfucker. God. This is hilarious. Oh my god. Oh my. Dit wordt hier. Heb ik geplaatst. En dit stond er. Voor mij. Schrik mij eigenlijk kapot. Oké, beste mensen, bedankt voor het kijken van deze shorty. Ik denk dat je hem wel leuk vond, toch? Damn. Okay. Voor de mensen die wouden weten wat erin zat. En lava. Lava. Wil je nog wat zeggen? Damn. Damn. Oké. Okay. Bedankt voor het kijken allemaal. Doei. Wat dit betekent. Wraak. Goedemiddag. Daar ben ik weer. Zeldenplayer 20 trekt met een nieuwe aflevering van Let's Play Modern Survival. Ik heb hier samen een paar mensen bij me. Ja, ik ben erbij. De Towler. Hoi. En hi. En Dutch Combination is er ook bij. En en Towletje, er ligt iets klaar bij jouw enchantmentkamer. Hoe bedoel je? Er ligt daar iets voor je. Oké. Wat is waar? What the fuck? You just beat trolls. And guess what? There is geen backup. Hoi. Firewall doet nu niks. Towletje, wees niet getreurd. Je enchantment table staat er nog. Dat is inderdaad het enige. Dit is de ergste vorm van wraak. Oh, vind je? Ik had namelijk gesproken met de wraak van de duisternis en hij vond het heel erg subtiel. Oh. Hoe durf je mij 74 te noemen? Dus nou, dan gaan we maar verder met deze aflevering. Towler die heeft het een en ander te repareren, zo te zien. Dus wat gaan we vandaag doen? Buiten dat de Towler eigenlijk zijn huis gaat repareren en zichzelf een leven gaat begraven. Wat gaan we doen? Zo. Hoe kan ik dat ooit repareren? Wat wil je doen? Ik heb een veel beter idee. Laat ik maar de gewone backup starten en naar de gewone map toe gaan waar dat TNT niet geïnstalleerd is. Voor de mensen die willen weten hoe dat precies werkt, ik heb namelijk op screen. Heb ik hier heel erg stiekem een redstone spoor naar zijn huis laten leiden. En er stond dus bij mij thuis een heel mooi knopje waar ik maar op hoefde te drukken. En dan, boom! Hoe lang ben je beneden geweest? Een uurtje. Ik heb die trap voor jou niet eens zelf gemaakt. Nee, omdat jij lui bent. Jij bent de luiste, de luier, de lui die er bestaat. En ik dacht bij mijn eigen, ik ga gewoon de Bastien en Adriaan manier gebruiken. Alleen bij mij werkt het wel. Het enige nadeel is, je bent helaas niet dood gegaan. Dat vond ik wel jammer, maar... Nee, tuurlijk niet. Er is heel weinig over van je huis. En helaas van de Wall of Comments. Dus gelukkig heb ik wel een backup. Maar... je hebt de wall. Oh, hoe kon je... We zijn zo terug met de oorspronkelijke wereld. Tot zo! En nou heb ik hier geen knopje, dus alles staat safe. Of toch niet? Nee. Mentes, kom hier. En daar zijn we weer. Nou, en de wereld die is sowieso weer zoals dat het hoorde. Er zit wel een klein verschiltje in. Maar doordat de Towler nou weer angstig aan het rondkijken is, nee. Het enige verschil wat erin is geweest, we zouden een piramide van diamonds zouden gaan maken.
Klopt. Nou, ben ik offscreen inderdaad er heel eventjes mee bezig geweest. En om te laten zien dat alles legit is gemaakt en alles, en dat er geen cheats zijn gebruikt. Hier heel eventjes een snelle fast-forward montage van mij naar cactussen lopen, redstone verzamelen, gunpowder verzamelen. En dus zeg maar van die street, van die stripmine dingetjes maken. Om dus zeg maar zoveel mogelijk diamonds te gaan halen. Hier komt ie! Nou, dat was boeiend. Nou, in ieder geval, we hebben dus, zoals je dus zeg maar hier kan zien. Ja, het is een kleine korte samenvatting van geweest. Ik kan niet echt alles laten zien, want dan zelfs met de fast forward. Dan zou die nog zeg maar iets van 20 minuten gaan duren en daar hebben we helemaal geen zin in. Dus zoals je ziet, hoor ik een hey. Dus wie? Ik niet. Ik was het niet. Ik weet niet, er was... Touwler? Ja? Was jij dat? Misschien. Moet ik er nou misschien nog meer TNT in je huis proppen? Nee. Of? Dat doe ik niet. Maar goed, we hebben dus in ieder geval... Hebben we dus, ik heb hier een stack diamond blocks. En ik heb er hier ook nog 51. En ik heb er nog een paar over. En je ziet dus hoeveel iron dat ik ondertussen wel niet heb. En voordat jullie in de reacties gaan plaatsen met dezelfde player... Het zou toch veel fijner zijn geweest... Als je dat gewoon had gedaan met iron blocks in plaats van diamonds. Diamonds is toch veel te duur? Wij houden van speciaal. Ik wou zeggen, we moeten een beetje in luxe gaan leven hier. Ja. Speciaal met uitjes. Ik vergeet dat nooit meer. Inderdaad, er gaat een montage van komen in slow motion. En weet ik het allemaal nog wel meer hoe dat hij... Het is trouwens zo lang geleden dat we Modern Survival weer hebben gedaan... dat ik gewoon mijn timer weer vergeet. Ja, dus... Weet je dan toch altijd? Alle gouden maand terug, geloof ik. Je ruige nou nee, ik denk iets van 2-3 weken. 2-3 weken. 3 weken? Ja, zoiets. Oké, wat is trouwens de bedoeling dat we het op dezelfde plek deden als de vorige aflevering? Nou, ik heb al inderdaad een locatie, dus ik was mijn schepje al aan het pakken. Ik had hier al een schep in mijn handen. Dat is dan heel erg jammer voor jou, want ik pak een schep. Ach. Schep in je handen. Mijn schep is... Guy, stop nou eens met die bel! Hey, was er... Oh, jij! Wat ik? Doe dat masker af, hey! Ik heb geen masker. Me. Oh, ik heb wel een masker, grapje. Oh, wacht, hou, doe maar weer op, was beter. Jawel, hè. Even kijken. En dan 1, 2, 3. Het was toch 9 bij 9 of zo? 9, ja. Even kijken. Nou, weet je, ik even kijken hoor. Even kijken hoor. Nou, heel even dan. Nee, niet weer die rode mier. 1, 4, 5. Ja, even kijken hoor. 1, 2, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. En dan moet ik er dus inderdaad even kijken. 1, 2, 3, 4. Poef! 7. Nee, 1, 2, 3, 4. Dan is het mooi in het midden. Oké. Okay. Dus And I think sometime and I'm actually digging here with some shovel and dirt and I say I'm just going to mine. Ja, oké, dan is het 3 of 4 lagen naar beneden. 3 toch? 4. 9, 7, 5 en 1. Oh nee, die ene die moet boven staan. Hè. Die moet, dus, ja, maar dan is dit is zeg maar de laag waar die ene zou moeten staan. Dus, Klopt, dus dat is dus 3. Dus dit is zeg maar hier in het midden komt al zeg maar de diamond block. Nee, dan 1, is het, 2, 3, 4, 5. Dus dat is hier, want dan heb je daar 1, 2, 3, 4. Ja, en dan hier nog 1, 2, 3, 4, 5. Dat is hier. Ja. Hier zo. Poep, is dat het midden? Dat is het midden. Moet ik ook nog even blokken halen? Nee! Nee, want je kan hem beter, Nee, laat staan! Laat staan! Sorry. Oh, dat is, oké, zo op die manier. Ja, ik snap wat je bedoelt. Want dat vullen we dadelijk gewoon weer met dirt op namelijk, dus, Mag ik mee hakken? Nou, vooruit dan. In je training. Wil je nog wat TNT als cadeautje? TNT, nee, dankjewel! Ja. Wil jij nog eens minus 3 door je huis heen? Hoezo een minus 3? Jij hebt mij niet getrokken met een minus 3. Oh, dat is waar. Wat gebeurt er als je een minus 3 op iemands huis doet? Volgens mij niks, niet veel. Nou... Mag ik testen op, laten we zeggen, Alex zijn huis? Nee. Ja, dat lijkt me een heel erg goed idee. Yeah. Let's go!
Ja, of die opnieuw van Tommy, dat is toch een en ander. Ja, eventjes over Tommy. We hadden weer gezegd dat hij bij, dat hij er zeg maar vandaag weer opname zouden zijn. En hij zou erbij zijn, maar waarschijnlijk is hij zijn timer ook vergeten. Ik heb zo'n gevoel van. Dus, er ligt hier een stripmine onder. Oh, sorry. Ja, ik heb nogal een bed gewoon. Ik kan er niet tegen. Ik kan er gewoon niet meer tegen. Mensen die laten mij gewoon de hele tijd vallen. Aymond, als je nou deze, die 9 stuks, die blok van 9, of die rij van 9 blok, eentje omhoog doet, dan waar de ene blok staat, die weghaalt en daar dan de beacon neerzet, zodat het in de grond staat. Want nou staat je onder de grond. Waarom nou? Waarom mag de diamond net niet uitsteken? Waarom moet de beacon in de grond? Ik vind dat de beacon, die mag wel eigenlijk boven de grond zitten. Is veel leuker door. Oké. Wat jij wil. Is veel leuker door. Ja, wat jij wil. Moet ik ook een blok halen of nog niet? Ik weet niet, misschien heb ik genoeg. Ja, je staat al voor blok, dus Hey. Padamt. Jongen. Au! Hey. Dat was een rode mier. Met plezier. Hopelijk geen tornado's. Ik stond er al van te kijken dat we geen tornado's hadden op het moment dat... goed bezig te houden. Je blokkeert mijn piramide nou al. Oh, sorry. Schaf uit, kom hier, ik verkoop je een drum. Nee. BTF. Taalgebruik. Oké. Okay. Ik zei het niet. Hier ook nog een verrassing voor je. Nee, geen TNT. Hou die steek. Nee, alsjeblieft. It's a detonator! Je gaat me nou toch niet vertellen dat ik nou net te weinig diamond blocks ga hebben. Ik bedoel, ik heb bijna 2 stacks. Dat moet toch voldoende zijn? Serieus. Dankjewel. Geen dank. Ja. Zo, de return of the pyramid of diamonds. Shiny. Oh. Maar wat doet die piramide diamonds dan achter me? Volgens mij hebben we een per ongeluk 10 bij 10 gemaakt. Oei. Echt, stelletje. Ja, nou. Nee, serieus. Kijk maar. Oh, come on. Volgens mij was het 9. Volgens mij was het ook maar 3 rijen, geen 4. Nee, je had 4 rijen. Oh, wacht, ja, als je meer beacons erop zou willen gaan zetten of zo, dan zou je er dus zeg maar... Ja, dus... Nou, dan, weet je wat, laat dit gewoon zo eventjes staan en dan pleuren we die beacon er alvast bovenop en dan kunnen we nog altijd extra diamonds gaan halen. Dus dan had ik hem gewoon eventjes hier van dit hoekje en dan zeg ik hier, kijk eens aan. Dan komt hier zo de laatste touch en dan kan... Wie heeft er een beacon? Geef. Geef. Volgens mij heb ik er een... Ik kijk wel even in mijn doos of de dozenus. Misschien heb ik er wel een. Nee, verkeerde knop. Bijna de deurbel. Ik kan me herinneren dat een van ons hem had, want anders zou... Met de Lucky Blocks volgens mij had ik er een. Oh, dat kan. Dus alles kan. Koffie kan, thee kan. Water kan, suiker kan, melk kan. Maar ik kijk er overheen of zo. Ja, dat is bij jou nogal eigenlijk heel erg vaak gebeurd. Hey! Ik zei niks. Oké. Goed zo. Turn down for what? Nee. Turn down. Was dat nou niet eigenlijk Alex? Volgens mij had jij hem. Alex! Ik heb hem niet meegenomen hoor. Alex? Ik heb hem niet. Anders ga heb ik je gezien wat er met de touwlus in huis gebeurde? Anders ga ik inbreken. Ik heb echt niet, volgens mij. Anders ga ik inbreken in je huis hoor. Je mag kijken hoor. Ja, oké. Ik heb toestemming. Want ik ben ontzettend ver weg. Uh-oh. Waar ben jij dan? Je hoort in de opnames, je hoort in de town square te zijn. Kijk, slipper. waar de hel ben jij? Serieus, Alex, ruim jouw troep eens op. Mooie troep, hè? Nee, dat is echt... Ik heb hier problemen mee. Heb je een probleem? Ja, ik heb serieus hier problemen mee. Alex, jij hoort gewoon hier te zijn als we aan het opnemen zijn. Ik ben dichtbij je. Ach, wat lief. En nou hier komen, verdorie. Ik zie geen beacon. Ja, maar we kunnen er zo wel een krijgen, volgens mij. Nou, ik weet het niet, maar ik heb volgens mij ook nog niet eens een nette star om er een te maken. Nee, dat is het hele punt. Dus dan moeten we eerst wither... Waarom een punt? Waarom geen komma? Maar ik zat te zoeken naar andere dingen.
Waar is dat gein nou? Ja, zoveel Lucky Blocks en dan geen beacon. Ik vind het... anders ga ik gewoon Lucky Blocks maken. Wacht, anders weet je, anders ga ik even kijken. Misschien heb ik er nog één. Misschien heb ik hem toevallig. Oh ja, ja, tuurlijk. De Dutch Gaming Nation zal hem wel hebben. Ja, degene die 300 keren doodgaat, die heeft in één keer een beacon. Ik moet toch ergens geluk in hebben? Ja, daarom. Maar je kan ook een Lucky Block maken met luck toevoegen, hè? Nee, dat kan niet. Kan ik niet deze lezen? Dude, hoe vaak moet ik nou nog gaan uitleggen dat we de oude versie hebben van Hoorspan, omdat we dat niet kunnen updaten, omdat alle... Maar ik heb laatst ook de nieuwe versie gespeeld. Mentus. Prutser. Ik hoor ondertussen een Alex eigenlijk heel erg veel pijn lijden. Ik heb pijn. Oh ja, mijn god, heb je pijn? Nee, wist je nog die tijd? Nee. Ik weet nog niet eens waar je het over hebt en er komt ook geen flashback, want ik heb er geen zin in. Nee, ik heb geen beacon. Ik heb weer 8 Lucky Blocks, dus ik ga dadelijk weer keihard dood, zodat iedereen blij is. Ja. Maar ja, aan de andere kant, keep inventory die is aan, dus... Ja, dat is waar. Wie wil de inventory? Doen we het weer op hetzelfde slagveld als de vorige keer? Nou, volgens mij hebben we maar één slagveld. Hi, Dirt Creeper of Arme Creeper of wat je dan ook bent, sterf. Hoi. Die was heel flauw. Ja, iedereen die vraagt zich eigenlijk af waar dat kopje koffie vandaan komt. Maar ja, ik rook zelf geen pijp, dus vandaar dat ik maar een kopje koffie in mijn klauwen had genomen. Ja. Oké, en... Nou, dat is geen beacon. Dat zijn schaapjes. Ja, dat is bijna beacon. Wow, special zombie. Die kistje. Die wil ik niet. Oh, pieces of hearts erin en een ruby. Ik heb bijna maximale health. Mag jij even slaan? Auw. Schapen. Hey, een hoofdloze zombie. Oh, leuk. Schaap. Mooi, schaap. Kill mag ik dat deuntje van... juist. Mag ik dat deuntje van Guido hier eventjes bij? Dat hoe heette dat? D-tune of zo? Hoe? Dat deuntje wat jij wel eens bij Minecraft toen gebruikte. Ja. Heette dat niet D-tune? Ja. Ja. D-liedje. Ja. Oh, ondertussen speelt hij al, maar ik zit me eigenlijk nog steeds af te vragen hoe dat hij heet. Hey, D-liedje. De liedje. Delete. Ga maar. Net zoals dat we je huis net gedelete hadden. Het beste zou zijn als we een... Wat een lol hebben wij. Als er een widder uit zou komen. Jongen, witter in je neus. Nee, want een widder die geeft een nether star. Ja, maar, ook... ja, maar je kunt ook, zeg maar zoiets krijgen zonder witter. Lucky block? Nee, weer heel veel pieces of hearts in een heart container. Oh, gaan we nou allemaal... Oh, redstuff. Ja, wie die redstuffzooi wil hebben, veel plezier ermee. Je kunt er hele leuke TNT traps mee maken. Ja. Hè, Towler? Shucks. Ja, dat is wel erg. In ieder geval, ik heb geen Lucky Blocks meer. Als jullie nog goud hebben, pleur het er even bij, joh. Wil je het hebben? Wil je allemaal goud hebben? Nee, gewoon even zelf je Lucky Blocks maken. Oh, dat is Dory! Ja, leuk, ik doe mee! We weten het wel. Wil jij mijn Lucky Blocks dan hebben? Nee, die moet je zelf openmaken. Nee, dat durf ik niet. Dat is dan jammer, je doet het. Je doet het of je doet het nog steeds. Oké, ik moet even eerst mijn chest vullen. Even met erop vullen. Ondertussen heb ik zo... Ik heb gewoon zes hard containers maken. Hoeveel heb ik er nog nodig? Ja, mooi. Nou, ik ga gewoon naar Max hoor. Ik ga gewoon naar de Max. Naar Max, omroep Max. Ja. Even testen. Excuse me. Waarom moet je Max omroepen? Recipe mode, staat aan. Waarom krijg je nou honger? Nog eentje. Cold nugget. En ik heb de maximale aantal hartje. Oh nee, nog niet. Yay! Gefeliciteerd. Oh nee, ik heb nog niet het maximale aantal hartjes. Ik heb er pas 30 en de maximale is 40. Oké, ik heb 1 gold bar. Ik weet niet, kan je niet zo heel veel mee. Nee. Ik kom aan, ik ga ook een paar Lucky Blocks maken, maar... Oh, ik heb 3 gold bars. Ik zou nog even wachten met ze te openen, want dan wil ik wel daar wil ik nog wel bij zijn. Ja, tuurlijk doen we dat. Zo boem gebeurt. Dat bedoel je. Puf. Ik doe alleen geen game ervan nu. Puf. Puf. Oké, Towler, als jij er... hoeveel heb je er nodig? 8, hè? Ja, nee joh, je wil een challenge gaan doen ofzo? Nee. Dude, heb ik jou toestemming gegeven om... Wil je die vishengel alsjeblieft in je poepgaatje douwen?
Nou. Nee. Jongen zeg, ik probeer naar de plek te komen en ik word de hele tijd teruggerot. Nee, Tamme, ik dacht als jij er dan 5 maakt, dan krijg je er 3 van mij. Wat lief! Wat een sociale vriendschap hebben jullie toch? Bella. Wat smerig! Ik heb Bucky Box. Een Bucky Box? Dat ik zei alleen dat die kopen geven. Ik zei niet hoe ze af. Ja, en he cried. Oh my god, did he cry? Waarom ook niet, retro grappen? Wat leuk. Kom maar binnen hoor. Vooral met TNT binnenkomen, dat is leuk. Kom maar, hey, shut up, nerds. Ah, dat, Hoe? Is dat aan mij of? Hoe zei hij? Ja, hij stond voor mijn huis, misschien dat het. Dat was wel heel erg fout gezegd zo, hey. Shut up, nerds. Shut up, nerds! Sorry. I know what's best! Dankjewel, Bowser. I am Bowser, king of the Koopas, and I will take that Mario down one time! Okay, whatever. Okay. Espresso, what else? Sorry. Coffee! Dutch Gaming Nation joined the game! Better than late than ever! Jongen. Dutch Gaming Nation! The game! Ik ga een level lucky blocks over hier. Wat? Ik zeg alleen maar Dutch Gaming Nation, dat is toch zijn naam? That's inside. Net zoals dat ik last heb met Roy Meren, dat ik heet Zelia Player 20. Ja. En hebben we ook nog de taler. Ik ben de taler, jongen. Hé, hey, ik heb mijn lucky blocks waar ook heen. En dan hebben we ook nog Zeurkousje Alex. Oh shit. Wat? Oorlog. Wat zeg jij tegen mij? Ik zeg Zeurkousje Alex, je weet wel, met de grote Z van de Eur en de kousje Alex. Wat wil je er tegen doen? Waarom sloop jij dan nou? Hé, hey, wat is dit? Waarom sloop... Wat? Wie? Ik dacht, waar is die andere... De andere kist nou weer? Ja, die heb jij net gemold. Er wordt ondertussen met pijlen boven op ons geschoten. Dat zou ik nog moeten hebben. Ach, weet je, boeiend. We hebben toch niks aan. Nou, pak nou eens die beacon eruit! Ja. Probeer het! Experience! Allemaal van mij! Oh. Beetje pinken. Oh nee. Ik wil niet verzuipen. Laat me eruit. Waarom help je hem dan nou? Ah, ik heb het licht gezien. Maar niet van de beacon, nog niet. Huh? Hey! Kijk, en Portal Stone zut geval. Flames. Ja. Flames. Oké, next. Oh, zo zonder... help! Ik heb 20. Het is nou niet heel erg donker te zijn. Oh, ik dacht al. Ik heb wel 20. Oh, heel veel spinnen! Maak de touwler dood! Huh? Maak het dood! Maak het af, spinnetjes! Maak de touwen dood! Hij lijkt in één keer als een ziekte. Nee, niet doen. Ik probeer het. Nou, veel plezier daarmee. Dit doet me denken aan de allereerste Lucky Block die Alex toen opende. Toen we nog helemaal niet wisten wat ons te wachten zou staan. En dat we maar 3 hartjes helpen hadden. En dat de dag oh zo belangrijk was. En toen kwam in één keer Alex aan met de Lucky Block! Ja. Ik heb er nog steeds nachtmerries van. Even een zwaard terug. Ik ben Het gaat op zich wel aardig goed met jou, daar met die spinnetjes. Hallo. Ja, laat die spinnen maar lekker. Ik ben er aan het helpen met. Ja, geef me mijn zwaard. Ga gewoon verder. Nee. Ik geef je er gewoon. Ik laat de spinnetjes ook, want ik kan... Waarom pak ik mijn zwaarden zo langzaam op? Is dat lijkt zo erg? Ik kan niet... mijn zwaard ligt hier nog. Ja, mijn ook, hier. Ik ben van de spinnen namelijk. Waarom? Ja, de lag is erg. Ja. Ik heb hem weer. Heb ik mijn zwaard op weg? Ja. Oh, en nou weer niet. Geef mij nu mijn zwaard.
Ja, dat had net ook last van. Ik geef er op een op lawaai voor terug. Nou ja, ik heb er weer hier één. Niks bijzonders gehad deze ronde. Dori. Ja, we hebben er nog 20 die ik heb. Pauw, 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 pauw. Anders ga ik gewoon denk ik naar de... Ik haat die knock-off beesten. Geef me mijn lucky bow. Dank je. Huh? Oh, sorry. Sloeg ik jou nou op je muil en terecht? Nou, Ik ben even mijn eten aan het pakken, want ik heb geen... Ik wil al die kleizooi niet. Heb jij me zeker weer in geslagen? Ja, ik, Nee! Nee, 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 nee. Blijf het maar doen met één hartje. Alsjeblieft. Ja, ik heb er nog één, Ik serieus, we zitten hier gewoon echt in de middel of weet ik veel wat, als tot alles bijna kaduukjes is. Zal ik er nog een 20 plaatsen? Ja, wacht, ik kom maar aan, ik wil het zien. Wat? 20 bloks? Ik heb er 20 bloks. Wil je er eentje hebben? Nee. Ja, doe maar. Alsjeblieft, eentje. Eigenlijk zou je die gewoon in Alex zijn huis moeten plaatsen, net zoals dat de talige eentje in mijn huis had geplaatst. Ja, nee. Is goed. Ga ik nee. Doen. Nee! 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 Oké, ik heb even eten nodig. Smakelijk. Dank je. Ik ben ondertussen even al die klei aan het weggooien, dankzij... Oh, nice. Ah, Emerald Block. Ik heb alleen maar Luna. Ik heb ook zin om één te plaatsen. Ik ga waarschijnlijk boom doen, omdat ik altijd ongeluk heb. Zo doen? Boom chakalaka, ja doe maar. Ik ga er wel blijven. Boom chakalaka. Oh. Wacht nou eventjes. De camera staat er nog niet eens bij. Oh. Nee, dan moet je komen. Ja, ik ben eventjes mijn inventory aan dat legen. En iemand slaat. Wie slaat mij weer in die troep? En volgens mij willen jullie gewoon dat ik hier de hele tijd mijn inventory leeg aan het gooien ben. Leuke aflevering voor de kijkertjes. Maar we zijn er niet eens. Het zijn zombies en... Ja, smoesjes. Oh, pak de escape nation maar, zombie. Geloof me jongens, het was gewoon die rode mier. Wow, oké. Ook goed. Wil je er ook eentje hebben? Nee. Of wil jij er Ik ben net al bijna verzopen. Ik wil het. Oh, nee. Ik had hem een lucky block gegeven, die zombie. Ik wil het openmaken, want dan is... Oh, hij is er al, oké. Hij... Nee, niet bij mij hier! Nuster! Oh ja! Ja! Nou, dit is daar. Ja, maar je moet de rest ook nog openen. Meer hadden we dus in principe niet nodig. Hij zette hem expres bij mij. Nee! Hallo! Dat was leuk! Look up! Je hebt niet omhoog gekeken. Touwelig, anders kan jij er even in staan. Je hebt nogal ervaring met lava. Ik heb een nether cube. Oeh, die wil ik hebben. Je hebt nogal ervaring met lava. Nee, ik ga die proberen die weekend te pakken. Oh, dat pakt hij niet, hè? Dat pakt hij niet, hè? Oh, een boog. Nee! Stomme rotspin. Ga. Oh, deze wil ik niet. Oh, die. Holy shit. Zo'n redstone shit voor mijn neus. Die wil ik niet. Deze aflevering wordt u mede mogelijk gemaakt door redstone shit. Of boom 18. Nee. Hey, ik wil die troep niet. Oké, jongens. Ik ga. Ach ja, we hebben hier nou een hele mooie afvalbak. Want ik heb helemaal niks van terecht van heel deze aflevering niet. En vanaf nu neem ik het even over. Nou, dan wordt het alleen. Oké, iedereen dus bek dicht. Nou, de touwler spreekt. Ik heb dus een beacon gemaakt. Dus wij gaan zo meteen die beacon plaatsen. Hoe vinden jullie dat? Oeh. Hoe vinden jullie? Oké, kom. Ja, die krekelgeluid die blijft gewoon maar terugkomen hoor, en dat maakt niet uit dus. Nee! Eén ding snap ik eigenlijk niet, Minecraft logica's. Waarom als je dus zeg maar raw beef in lava gooit, is het niet gelijk cooked beef? Maar is het helemaal weg? Ja, weet je, dat komt door de stelling van de agratische kwalificatie dingen. Dat verklaart helemaal niks. Nee. Stelling van hypotenusa. Oh, hypotenusa. Ja.
Ja, die heeft Voldemort uitgevonden. Klopt. Want die was zo nosy. En die heeft ook Venko Hagelslag uitgevonden. Gerardilding. YOLOing. YOLO. YOLOing. Nee, Gerardje. Pas erop, hè, dat is een kijkertje van mij. Gele vlaar van Campina. Zeeslag. Nou, zullen we die beacon gaan plaatsen, want we zitten bijna door de tijd heen van deze aflevering. Sorry, ik ga plaatsen. Poef. Hij werkt niet. Wat, hij werkt niet? Hij voelt één omlaag. Nee, hij staat goed. Nee. Niet goed. Die onderste blok, die... Ja, deze! Beacon. Kom even... Ja! Hij doet nou nog niet. Je moet deze... Nee, je moet slopen. Slopen? Ik ben ermee bezig. Ja. Slopen. Je moet hem hierop zetten, doofus. Hey! Rode bier! Ik ben echt zo gek van die rode... And it works. Oké, wat zullen we voor tweede dingen erbij gaan doen? Haste, jump, boost, strength, wat zullen we erbij doen? Ik zou de speed staan. Doe haste. Haste, waarom zou je haste willen? Omdat ik haast heb. Ik krijg het ook reach. Zo, en dan moeten we nog eventjes die andere ook eventjes activeren. We hebben niet heel die tower. Jawel, die hebben we wel. Echt? Ja. Nee, volgens mij niet. Jawel. Nee, dus we missen één. Nee, die ene dat maakt niet uit. Want het gaat om die rij hier, dus zeur niet. Kijk maar eens goed. Ja, dat weet ik, maar deze lijn hier die maakt niet uit nog. Ik kon er wel één brengen nog. Omdat die ene, dat hoeft nog niet eens. Zo erg belangrijk is hij nog niet eens. Maar goed, hij gelooft het weer niet. Want ik heb geen regen. Nee, die ben ik aan het fixen, dus zeur niet zo. Kijk eens wie hier is. Er staat er wel bij hoor, die regen. Ja, maar ik heb die buff niet. Nee, ik ook nog niet. Waarom doet hij het niet? Nee, hij mist één laag. Hij mist helemaal geen laag! Oké. Als ik gelijk heb, kom maar terug naar mijn huis. Wat is dit dan? Hier, hallo! Hij staat op 3 lagen. Nee, kijk eens. 1, 2, ongelijk. Hij moet nog eentje omlaag. Hoezo? Kijk maar eens goed. Ja, hij heeft gelijk. Hoezo? Nou, kijk. Je hebt dat deze rij. Die hier, deze. Dat, ja? Dat is dus een trap. 3, 5, 7. Oh, deze laag die moet lager. Die moet nog eentje lager zitten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah. Nou, dat doen wij dan gewoon lekker eventjes offscreen. Want anders wordt deze aflevering veel te lang. En daar hebben we natuurlijk geen zin in. Maar ik heb al een leuke plan voor de volgende aflevering. Dus ik ga eventjes naar onze Wall of Comments. Eigen huis en tuinmuziek gaan we er niet in gooien. We doen het wel op die manier. Oké, aflevering 19. Even kijken, mag ik heel eventjes mijn wall of comments die we genoteerd hebben. Op nummer 19 hebben we de Lego... Wow, dat was eventjes vaag. Hallo. Hebben we de Lego Place Crew. Hallo. Hi. Ja. De Lego Place Crew. Dat, ik doe gewoon Lego Place Crew, want anders past het niet. Lego Place... Wil je niet voor mijn beeld gaan staan alsjeblieft, dankjewel. Crew. En die had neergezet. RTL 4. Oeh, sluipreclame. Heeft GTSD. Wat is GTSD? Kun je dat eten? Eet. En YouTube. Oh nee, maar YouTube. Maar... Ik doe gewoon met afkorting. JT. Heeft de geweldige Zelda Play 20. Ah! Maar dat gaat hier niet passen. Heeft de geweldige Zelda Play 20. Maar YouTube heeft... Ja, de geweldige. Ik vind het heel erg lief. Maar hij zal wel CP20 ophouden. Heeft CP20. Heeft geweldige... Nee, past niet. Ah. Nou ja, sorry. Heel erg bedankt voor die reactie. Maar het past niet. Dus ik hou het zo. Ah. Ik hou het zo, heeft CP20. Dankjewel dat je me de geweldige noemt. Dat vind ik echt heel erg aardig. Heel erg bedankt daarvoor. Oh, natuurlijk niet zo is, hè. Jongens!
Niet meer de wall of comments, kom op! Gaat iemand daarna nog fixen of hoe zit dat? Dit keur ik niet goed. Hier heb ik problemen mee. Dus ik denk jullie voor het kijken, hoop jullie natuurlijk morgen te zien in de volgende aflevering van Let's Play Modded Minecraft. En dan gaan wij naar The End. Wat? Dus ik zie jullie dan. En ik heb nog niet eens met hen afgesproken, maar we doen het gewoon. Dus tot dan. Doei! En trouwens, dit was nog... Samen de Towle Gaming, Chocolade Alex, Blokje Creations en Dutch Gaming Nation. Voilà, wat zeg je tegen mij? Ik zeg alles tegen jou. Doei! Yeah.